Ja, meneer, u ging even een boodschap doen en toen? Ja, ik was even onderweg naar Ramshoek-Sfeer om even iets te halen. En ik kon terugrijden en eigenlijk mee dat de fietsbrug oprijden. Het was een enorme klap voor me. En ja, het was net of er iets echt, ja, je zag echt iets ontplofte. En ja, het was net of er iets van olie of zo. Het was echt een zwarte rook ineens. Maar mee was het ook. Ja, er gebeurt wel eens wat hier, maar nooit zoiets. Nou, wat je wel eens hoort is eigenlijk aan het lossen zijn in die kolenbakken. Is door je dan een klap hoort. Maar dat zijn echt incidenten eigenlijk. En ja, dan valt het op omdat het normaal stil is. En dan zo'n klap. Maar ja, dit was echt dus heel anders. Dit was echt zo hard even. En het was ook heel ineens heel intens. En toen was het weg. Ja, ja. Voelt u zich wel veilig zo dicht bij zo'n centrale? Ah, ik woon hier nou bijna kleine 40 jaar en... Nooit het probleem gehad van oh, het is eng of wat dan ook. Nee hoor, echt niet. Jeroen Steenmeijer van de politie. Wat is er gebeurd? Rond 1:15 vanmiddag heeft er zich een explosie voorgedaan op het terrein. In een transportband. Daardoor zijn 4 silo's beschadigd. Ik heb begrepen dat 1 van die silo's in brand staat. En op dit moment is geen sprake van vermiste of gewonde personen. Dus het lijkt op dit moment alleen om materiële schade te gaan. Donkere rookwolken hier, zijn die nog gevaarlijk voor de omgeving? Als mensen last hebben van de rook of de rookontwikkeling, ga naar binnen, sluit ramen en deuren en zet ook eventuele mechanische ventilatie uit. Want rook is in principe nooit gezond. De brandweer is op dit moment metingen aan het verrichten. Er zijn geen gevaarlijke stoffen in het spel, maar die rook is gewoon niet gezond. Dus ramen en deuren dicht.